gedachten wat op gang brengen met een aantal sprekers. We hebben er dus 8. En de eerste is Jolanda Verburg. En we hebben ook aan alle sprekers gevraagd om even wat over zichzelf te mailen voor de introductie. Bewuste burger, moeder, organisatie, adviseur, innovator, trendwatcher, schrijver en politica. Met allemaal in 1 persoon, dat is al heel bijzonder. En Jolanda heeft de ambitie om de wereld een beetje mooier te maken. Volgens mij zijn we daar met meerdere hier vandaag aanwezig. Je bent voorstander van onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat is wel een van die thema's die vandaag best wel goede aandacht krijgen. En je bent verkiesbaar voor het Europees Parlement binnenkort. Dus meteen al wat stemmetrekken hier zien. Voor de lijst van De Groene. En ik ga even al de PowerPoint maken. De voor is yours. Hier staat een klokje. We gaan heel streng zijn met die 10 minuten. Dus je kunt jezelf een beetje in de gaten houden. Als wij vinden dat 10 minuten voorbij zijn, gaan we ook nog een hotel bij. Dus het voor is yours. Nou ja, ik hoef mezelf niet meer te introduceren. Dat heb jij al gedaan. Mijn man zegt ook altijd, die is marketing manager van zorg. Dat past allemaal niet. Je moet het in één hokje kunnen doen. Nou, dat past bij mij weer niet. Dus, welke knop moet ik... rechts is het eruit. Dat is ook niet eruit. Nee, ik zag nu. Nou, ik ben dus moeder van 2 zonen. En dan ga ik toch wel over dingen nadenken. Dus ik... wil voor hun een mooiere wereld nalaten. En mijn motto is ook: veranderen, dat doe je zelf. Dus daar hou ik me mee bezig. Ik zet hem nog even terug. Waar ga ik het over hebben? Ik ben blij dat ik hier sta, want arbeid is iets waar ik me al een hele tijd tegenaan bemoei. Een jaar of 8, 9 geleden heb ik een duurzaam ondernemingscentrum gestart in Culemborg. We hebben geëxperimenteerd met verschillende werkvormen, samenwerken. Volgens mij was ZZP'er de term nog helemaal niet uitgevonden. Dat hebben we door de crisis toch wat in de ijskast moeten zetten. Maar ik zie dat de wereld toch is doorgegaan. We zijn, nou, ik geloof al zo'n 800.000 ZZP'ers. En de toekomst van arbeid ziet er drastisch anders uit. Ook al die verhaaltjes die nu op die site staan van de professoren uit MIT, McAfee en die andere man, dat de robots ons werk gaan innemen. Daar maak ik me ook zorgen over. En als je 45 plus bent en je raakt je baan kwijt, dan kan je het wel schudden tegenwoordig. Ik ben dus in aanraking gekomen met basisinkomen. Dat kan een hele mooie oplossing zijn. En ik zie eigenlijk 3 mogelijkheden om de arbeidsmarkt drastisch te hervormen. En dat zijn het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Dat is een 24-uurige werkweek. En belastingdifferentiatie. Nou, dat basisinkomen, dat betekent dat iedereen een vast maandelijks bedrag krijgt. En het hangt af van je mensbeeld, hoe je daar tegenaan kijkt. Mensen die zeg maar vanuit het linker spectrum van de politiek kijken, die zeggen ja, maar mensen kunnen niet, niet iedereen kan over zichzelf beschikken en die hebben hulp nodig van de overheid. Terwijl het rechter spectrum zegt meer, je moet de kracht bij mensen zoeken. Mensen die kunnen zelf heel goed beslissingen nemen. Leg het geld zo laag mogelijk bij de burgers neer. En ze weten zelf wel een weg te vinden. Toyota heeft een fabriek ontwikkeld. En die draait 7 dagen per week, 24 uur per dag. En daar is het licht uit. Waarom? Omdat er robots werken. En die fabriek hebben ze proberen te verkopen aan Frankrijk, maar Frankrijk wilde het absoluut niet, want die zei, we moeten 10.000 mensen hebben die daar komen werken. Nou, was het heel typerend, want in de voorbereiding hiervan zag ik ook dat begin deze week Toyota weer terugkwam op die beslissing, want ze kunnen die fabriek helemaal niet kwijt, want mensen moeten toch op de een of andere manier aan arbeid zien te komen. En als je kijkt naar
arbeid is totaliteit, dan heb je twee elementen, arbeid en inkomen. En eigenlijk moet je dat loskoppelen van elkaar. En als robots al dat werk gaan overnemen, waar moeten die 10.000 arbeiders die daar voorheen werken dan van bestaan? Nou, geef die mensen een basisinkomen, dan kunnen ze hun eigen leven inrichten. Daarnaast mag je zoveel werken zoals je wil. Ik ben ook lid van de vereniging Basisinkomen en ik heb hier wat brochures neergelegd, dus als mensen meer over willen weten. Het is een item wat al jaren bestaat en wat een aantal filosofen in de afgelopen eeuw ook al geroepen hebben, dus helemaal niks nieuws. En we hebben het al, want kinderbijslag is een basisinkomen. En de AOW is ook een vorm van onvoorwaardelijk basisinkomen. Ik zeg onvoorwaardelijk. Dat klopt niet helemaal, want als je als echtpaar de AOW hebt, dan word je dus gekort. Dus er wordt al achter de voordeur gekeken of je samenwoont. En dat kan in mijn optiek helemaal niet. Een basisinkomen geldt voor iedereen. En als je kijkt naar de hoeveelheid arbeid die al gebeurt in onze samenleving, hè, want mensen zeggen van ja, gratis geld en als je niet werkt dan zal je niet eten. Maar er gebeurt al zoveel onbetaald. Van alle arbeid die er is, de Vereniging Basisinkomen heeft daar ook onderzoek naar gedaan en al die onderzoeken die er zijn hebben ze gebundeld en bij elkaar gebracht. En de onderzoeken wijzen erop dat van alle arbeid ongeveer 60% al onbetaald is. Dat betekent mantelzorg, dat betekent vrouwen die niet werken, kunnen ook mannen zijn. Dat houdt in dat je voor je kinderen zorgt, voor de samenleving dingen doet, vrijwilligerswerk doet. Al die elementen die worden gewoon nu over het hoofd gezien. En eigenlijk geef je met een basisinkomen, al die vrijwilligers, die huisvrouwen of huismannen, geef je een waardering. Het tweede element, wat ook een hele goede oplossing zou zijn om het tekort aan arbeid op dit moment, wat we zien. En we worden eigenlijk voorgespiegeld dat er een vergrijzing op komst is, maar juist door die robotisering en de ICT, is dat nog maar de vraag? Dus moeten we andere oplossingen verzinnen? Als je nu niet 40 uur werkt, dan kan je carrière wel gedag zeggen. Nou, dat is een bepaald imago wat wordt aangenomen en dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dat is een beeld wat gecreëerd wordt. Als we met z'n allen teruggaan naar 24 uur werkweek en het werk dus wat er is beter verdelen, dan draagt iedereen zijn steentje bij. En dan dat idee dat je 40 uur moet werken omdat je anders geen carrière kan maken, dat gaat dan terug naar 24 uur. Dan wordt er ook gezegd, we kunnen quota's neerzetten. Bijvoorbeeld als je een tijdje eruit wil stappen, dan kan jouw partner bijvoorbeeld een deel van jouw quota aan uren op zich nemen. Dat soort elementen zou je over kunnen nadenken. Dat wil ik ook hier neerleggen voor vanmiddag. En er is nog een derde element. En dat is belastingdifferentiatie. Want belasting moet geheven worden op datgene wat schaars is. En arbeid is niet langer schaars. Dus waarom zouden we belasting heffen op arbeid? We kunnen veel beter belasting heffen op alles wat de grond uitkomt, bijvoorbeeld. Als nu je broodrooster kapot is, dan kan je goedkoper een nieuwe kopen. Die worden voor heel weinig worden die gemaakt in China, of in ieder geval Kyrgyzstan, worden allemaal nieuwe grondstoffen uit de grond gehaald. Grondstoffen worden steeds schaarser en de afvalberg die groeit. Terwijl als je dat helemaal omdraait, en je maakt arbeid goedkoper, wat je dus met het basisinkomen al doet. Want het basisinkomen, door het basisinkomen hoeft de werkgever geen sociale premies meer op te lossen, op te brengen. Want dat zit er al in opgesloten. Met die belastingdifferentiatie, als de belasting op grondstoffen omhoog gaat, dan stimuleer je ook veel meer
de circulaire economie. Alles wat we al de grond uitgehaald al hebben, dat wordt beter hergebruikt. En als belasting op arbeid goedkoper is, dan kan die brooddoos gewoon gerepareerd worden. Dan worden ook de handen aan het bed goedkoper. De overheid vraagt ons dat we een participatiesamenleving worden. De term is behoorlijk beladen. Ik vind van niet, want het is, we moeten inderdaad die kant uit. We kunnen het allemaal niet meer betalen, want waarom laten we professionals voor onze kinderen zorgen betaald? En als je het zelf doet, dan ben je eigenlijk maar minder waard. Waarom laten we professionals onze ouderen verzorgen? Die eigen aandacht aan je ouders kunnen geven. Is toch ook wat waard? Dus we zijn eigenlijk te ver doorgeschoten in onze hele samenleving wat omgaan met mensen betreft. En dat kan terug. Dat kan door een 24-uurige werkweek. Dan hebben we meer tijd om aan onze eigen kinderen te besteden. Dan hebben we meer tijd om onze ouders te verzorgen. Dan hebben we tijd om vrijwilligerswerk te doen voor de gemeenschap. En dat brengt ook de saamhorigheid weer terug. En ik ben ervan overtuigd, als we 24 uur per week gaan werken, zal ook de gezondheidszorg er beter voor worden. Er zijn nu 1 miljoen mensen die antidepressiva slikken. Als je dat nagaat, dan is dat natuurlijk belachelijk. En het is een soort epidemie aan het worden. Trudy de Huur heeft daar een boek over geschreven. Dat is echt een eye-opener. Dus ik ben ervan overtuigd dat met deze 3 elementen kunnen wij onze hele arbeidsmarkt en onze hele samenleving veel beter inrichten. Je kan op allerlei manieren die 24-urige werkweek inrichten. 4x6, 6x4, 3x8, je noemt het. En er was gezegd, geen reclame maken voor jezelf. Ik doe het toch een beetje. Ik ben verkiesbaar voor het Europees Parlement. Erdo heeft het al gezegd. En ik ga voor een basisinkomen. We kunnen het in Nederland niet alleen. We moeten het met Europa doen. Dus daar ga ik voor. Dus ik hoop dat jullie me steunen. Mijn vraag was dus inderdaad, is een basisinkomen of is een 24-urige werkweek realistisch? Realistisch. Ja, dat is de vraag die ik.